Zo ging het dus. En hier dachten we, en dat dacht Sven Nys ook in zijn reactie, Van der Poel heeft een dag zoals vorig jaar. En uiteindelijk moet je zeggen, aan het eind van de rit, okay, het was niet zo indrukwekkend als vorig jaar, maar het was wel indrukwekkend. Ja, toch wel. Ja, moet je niet aan twijfelen. Als je dat ziet, wat hij nog bij elkaar geranseld heeft, ja, dan is dat een goede cross geweest voor hem. Ja, op een parcours dat zich daar net iets minder toe leende dan vorig jaar ook. Niet vergeten. Het parcours lag er eigenlijk vrij vlot bereidbaar bij. Van der Poel moest het dan uiteindelijk in twee stapjes doen. En de man die in derde positie zit, bleek uiteindelijk de lastigste klant. De stevigste tegenstander. De man die nu naar de leiding van de achtervolgers. Ze gaan namelijk Laurens Week. Maar dichter dan twee seconden kwam hij niet. Frustrerend, hè? Je hebt het, ik denk een week of twee geleden is gezegd, in de weg of op de weg ben je erbij. Als het verschil twee seconden is, tenzij misschien in een waaier. Ja. Maar in een cross ben je er dus nooit bij. Hè? Nee, maar dat is ook zo. Hè? Twee seconden is echt te veel. Hè? Ja. En dat bleek dus ook voor Sweek, want dat werden dan vier seconden en zes en tien enzovoort enzovoort. Merlier, hier nog niet aan het wiel van Aerts, later wel. Wat heeft hij een goede wedstrijd gereden. Het gaatje werd maar groter en groter. En dit is ook een van de beelden van de dag. Een stilstaande Toon Aerts tot drie keer toe. Deze man vloog over alles wat op zijn pad kwam. Balken en heuvels. En noem maar op. En wint dus de clean sweep voorlopig nog altijd. Niemand die hem voorlopig een overwinning, een nummer 1 plaats kan afpakken. De achterblader, Laurens Week, erop.